De rek is eruit en het bureau Dak- en Thuislozen, BDT, kan het hoofd niet meer boven water houden. Als het ministerie van Volksgezondheid niet spoedig overgaat tot het overmaken van de 2 miljoen SRD-subsidie voor 2016 aan de overheidsinstelling, dan vreest directeur Reza Doeki dat de opvang zal moeten sluiten. Doeki wil zelfs zo ver gaan dat hij de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, wil bewegen om garant te staan voor een lening die het BDT bij een lokale bank wil nemen om de exploitatiekosten, inclusief salarissen voor deze maand, te kunnen betalen. Doeki ziet dit als laatste redmiddel om het BDT uit zijn financiële nood te halen. Over 2016 is goedgekeurd in de DNA 2 miljoen SRD. En precies dat geld wilde je gaan lenen? Nee, we hoeven niet zoveel te lenen. We moeten alvast proberen te lenen, of ja, lenen als de mogelijkheid er bestaat. En als de minister dus ook de toestemming geeft en daarvoor garant staat, dat we ongeveer een overbrugging van 250.000 SRD, dat zijn de kosten ongeveer op maandbasis, dat we dat willen lenen, om het zo te noemen. Maar dat geld, is het slechts voor de operationele kosten of zitten de arbeids... De salarissen van de werknemers er ook bij? Nee, de salarissen zitten ook daarin. Dus de lonen en salarissen. En hoe betaalt u de mensen dan? Tot op dit moment is het wel gelukt. Met passen en meten. Passen en meten is het wel gelukt. En wij zijn hoopvol gestemd dat er ook dus voor december een adequate oplossing komt. En dat het wel een structureel, van structurele aard is. Zodat we ook in 2017 ons werk naar behoren kunnen doen. Heeft u dat allemaal kunnen doen? Wij hebben dus bezuinigingsmaatregelen moeten treffen. We hebben ook de cliënten, enkele cliënten die over financiën beschikken, die een bijdrage leveren. En zo hebben we geprobeerd steeds het hoofd boven water te houden, maar nu is de rek helemaal eruit. De BDT-directeur ergert zich eraan dat de subsidieaanvraag voor het derde kwartaal is afgewezen, met als argument dat het BDT over voldoende liquide middelen beschikt. Volgens Doeki is er een duidelijk financieel overzicht overlegd aan Volksgezondheid, waarin het tegendeel wordt bewezen. Er moest gebruik gemaakt worden van de rekening van het PCS, omdat er door derden beslag was gelegd op de tegoeden van het BDT bij de bank. Doeki geeft verder aan dat vanwege de bezuinigingen hij zelfs ertoe wil overgaan om de twee opvanglocaties van het BDT samen te smelten tot één. Maar zelfs daarvoor is er geld nodig, zegt Doeki. Maar dat moet gaan geschieden. Maar je hebt dus sowieso geld nodig ook om wat randvoorwaarden in place te hebben. Maar ik denk dat we komend jaar daarover een duidelijker beeld hebben. Om hoeveel cliënten praten we totaal? We hebben permanente cliënten, dus die wonen binnen, hebben we ongeveer 40. En de zelfmelders die dagelijks komen om te baden, wat schone kleding en om een broodmaaltijd te nuttigen, hebben we het ongeveer over 100 of 125 op dagbasis. En krijgt u wel steun uit de samenleving of uit het bedrijfsleven? Wij schrijven heel veel donatiebrieven. Je krijgt wel reacties. Je hebt heel veel particuliere, dus mensen die ook een diner aanbieden aan de cliënten. Je wordt uitgenodigd voor een kerstactiviteit. Door het jaar in heb je enkele mensen die doneren, vooral kleding. Dus van hieruit doe ik ook dan een beroep op de samenleving om ook deze doelgroep niet te vergeten. We kijken uit naar elke donatie, in welke vorm dan ook, suiker, jam, pindakaas, maakt niet zoveel uit, maar kledingstukken, dat is een beroep, ja, de samenleving kan ook een bijdrage leveren. Maar we hebben dus wel enkele mensen die op regelmatige basis doneren, maar ook dat wordt een beetje minder. Reza Doeki, directeur van het bureau Dak- en Thuislozen, over het financieel noodweer waarin zijn instelling is komen te verkeren. Minister Pengel zegt aan Star News dat er overleg is tussen Volksgezondheid en het BDT. De subsidieaanvragen worden doorgestuurd naar financiën en worden daar beoordeeld. Door de beslaglegging op de rekening van het BDT zijn er misverstanden ontstaan die nu worden rechtgetrokken. Directeur Doeki heeft aanstaande dinsdag een gesprek met minister Pengel van Volksgezondheid om de zaak verder toe te lichten. Thank you.